Op donderdag 3 juli opende de Gemiva SVG-groep in Papendrecht een leer-, werk- en activiteitscentrum voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dan gaan we over tot een heel kort officieel moment. En dan begin ik met het welkom heten van alle gasten. En ik begin natuurlijk ook met het welkom heten van alle mensen die hier in dit gebouw werken. De mensen konden het gebouw bekijken en een indruk krijgen van de werkzaamheden die er werden gedaan. Siem Wulfsen, voormalig sterkste man van Nederland, trok de auto met de boom die geplant zal worden in de tuin. Het feest werd afgesloten met een kort optreden van Bounce en de boerenkapel De Valse Noten.